Waarom gaat er niemand weg? Hé, hey, kijk daar, een plekje, daar zo, rechts! Zie je, het wachten wordt beloond. Uitstappen overrijden, jij! Hey! Wacht eens eventjes, zit hij nou popcorn te eten? Terwijl hij het serie kijkt! Hij zit waarschijnlijk te wachten. Later! Oh, dan zet ik hem eens achteruit en dit meen je niet. Niet te geloven, nou breekt mijn klomp. Lap die $5, dan zijn we er vanaf. $10? Ze sjoemelen gewoon. Ik geef echt niet toe, ze krijgen geen cent van me. Ik ben Bill Groen en ik ga nu al helemaal een gratis plek bemachtigen. Vieze stinkverf. Waarom wring je jezelf door zoveel bochten hiervoor, broertje? Als je echt zo graag een splissie wilt, en dat kan ik je zeker aanraden, mag je mijn schoenen wel lenen. Het is niet dat je nooit schoenen hebt aangehad, toch? Dat klopt, maar dat was in de sneeuw of met voetbal. En dat is anders. Dat was mijn eigen keus. Niet omdat Clark de klungel op zijn machtpositie kikt. Over keuzes gesproken, je moet er wel eentje gaan maken. Het is ofwel geen schoenen, of geen splissie. 998, 999 en nog eentje dan... Yes! Tijd om mezelf te trakteren op een gratis plissie. Moet je een shirt dragen? Maar ik draag nooit een shirt. Geen ijskoud drankje voor mij dus. Tilly, volgens mij vallen de puzzelstukjes nu op zijn plek. Hey, echt belachelijk hè, dat we shirts en schoenen moeten dragen hier, vind je niet? Behoorlijk gestoord. Maar wat doe je eraan? Dat zijn nou eenmaal de regels. Ik weet wat we eraan kunnen doen. Onze krachten bundelen. Wat willen we? Splissie! Wat willen we? Plasties! En wanneer willen we dan? Op gratis plissiesdag! Sommigen van ons willen geen schoenen dragen. Inderdaad. Oh ja! Ja, dat is waar! En sommigen willen shirtloos door het leven. Ja, dat klopt! Maar we hebben allemaal recht op een gratis plissie. Ja! Yeah. Dus de gratis plissies zijn voor ons allemaal! Ze zullen niet lang meer blijven staan, want het is al middag. En het wordt behoorlijk benauwd daar zo. Hoe lang moeten we nog blijven zoeken? Nog heel eventjes. Daar is een plekje. Daar! Mevrouw, ik denk dat u in de war bent. U staat midden in een parkeervak. Ik hou deze plek bezet voor later. Ze heeft lang genoeg geleefd. Maar... Oké, oké. Ik zal het praatje wel doen.